Doet hij het? Zet hij nou aan? Goeiedag! Hallo! Dit is Sjors Vertellen. En ik heb zojuist een briljant idee bedacht. Op de toiletten bedenk ik meestal het beste idee namelijk. Het is namelijk zo, ik zat naar televisie te kijken gisteren. En in de krant stond ook al. En toen was er iemand op televisie die zei dat doordat wij vlees eten, als mensen, verbruiken wij gewoon voor een kilo vlees 15.000 liter kost dat. 15.000 liter water. Dat is hetzelfde als 6 maanden douchen, zeg maar. Dat is best veel. En het schijnt dus ook dat iedere seconde, schijnt ook zo te zijn, dus dat er een voetbalveld weggaat in de Amazonegebied. Dat kan echt niet. Dus zegt die man van dat mensen minder vlees moeten kopen. Nou, ik zal je tegendeel zeggen, meneertje. Ik zeg, meer vlees kopen. Want, wat gebeurt er nou? Hè? Overdag komen er mensen. Die kopen dan minder vlees. Ja. Heb je wel eens gezien om 6 uur hoeveel vlees er nog bij ons in de vitrine ligt? Nou, keiveel. Dus, wat moet er mee? Ja, dat kan ik niet alleen opeten. Nee, dat kan niet. Dus we moeten heel veel weggooien ervan. Dat kan niet. Nee. Wat moet er dan gebeuren? Namelijk, want dan moet ik weer een varken slachten. En nog een koe. En weet je hoeveel liter water het er weer is? Precies. Dus daarom dacht ik van, mensen moeten meer vlees kopen. En om dat nog een beetje bij te zetten, heb ik er een nummer over geschreven. Dat gaat als volgt. Het heet, ik heb nog vlees over. Ik heb nog vlees over. Wow, we wilden nog wat voor sure. Ik heb nog vlees over. Wow, we maakt me nou eens eindelijk los. Voor op de boterham heb ik nog salami. En op de bouwen wordt zult een pastrami. En half om half gehakt voor onder de bami. En ik heb nog kip, filet. Snap je hem? Nou, onthouden dus. Huh? Doei, tot de volgende keer.